En dan hebben we Annie weer. Met de drie kaarten. Met de drie kaarten. Oh, dat zijn de bloedjes. Ja, dat zijn de bloedjes. Mijn zeker op. En Lubbert die hoorden bij elkaar. Zoals de sterren bij de maan. Als de sneeuw. Wel kippen met de haan. Oh, ja, jawel. Het stukje asfalt wat hier ligt, dat gaat al de Annie Palmenlaan worden. En die gaat zo door het hele plan heen. Even opnieuw, zo, één, doen we dat. Wat leuk die gewoon. Zing jij eens een liedje van Annie Palmen? Ja. Ik was, we hebben natuurlijk al gesproken. Nou, dat is zo lang geleden. Dat ik, zou, ik weet alleen dat ze nog met... Je bent niet zijn tekst vast, Met Schilpoort, met, hoe heet je ook weer? Gietjan Kroetmoes. Schilpoort. Schilpoort. Mag ik jouw geluid nog één keer horen? En nog het Jankerutmoes uit Goedenavond. Oh, hey, you Doris, kijk dan toch eens even stiekem op. Je gaat de verkeerde kant op. Hele bussen uit Nederland trokken naar de studio waar Mick werd opgenomen. En dat was altijd groot feest. Mick, wat een rare naam. Ik denk dat het van Krentenmick komt. Dat is een beetje boers. Hè? En er waren natuurlijk de boertjes van buiten. Nee. Ah, je had toen ook een programma heette Mick en Mak, hè? Mick en Mak? Die ken ik ook niet. Is dat anders? Nee, dat is een Oma Tingeling. En dat was een kinderprogramma met onder andere Donald Jones. Ik ben Mick. En Mak. Dat is een ander programma. Dat bestond wel. Ik niet. Generatie. Het spijt me, ja. Maar ik ben natuurlijk nog heel jong, hè? Ja, wij schelen heel veel. Nou, minstens... 1 jaar. Ik geloof dat jij iets ouder bent dan ik, hè? Dag. Zo mooi met dat bloemstuk zo erachter. Heel mooi. Jou. 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 Altijd bij elkaar. Op naar die bal.